Welkom bij de Guyot-vlog. Ik ga hier nu naar binnen. Hier zijn jongeren, daar wil ik gesprekken mee hebben over hoe het is om hier te wonen, hier te verblijven. Maar ik ben ook benieuwd naar de ervaringen van ouders. Zijn jullie ook nieuwsgierig? Kom, gaan we naar binnen. Hey, jij bent pas thuisgekomen uit school? Ja, op een fiets. Oké, prima. Hey, je woont hier, hè? Wat doe je zoal? Computeren, met vrienden op bezoek gaan en met mijn ouders whatsappen. Oké, whatsappen, mooi. Bevalt het hier te wonen? Ja, echt, hartstikke leuk. Oké, dank je. Ja, prima. Hoi, ik ben Erik, ik ben docent Guyot-school. Ik geef hier huiswerkbegeleiding voor leerlingen die op het verblijf wonen. En die leerlingen krijgen hier dan ondersteuning bij het huiswerk maken of leren of plannen van het huiswerk. Kom, zo, lekker. Hey, ik heb een vraag. Je dochter is nu een half jaar hier in dit verblijf. Hoe kijk je daarop terug? Ja, heel erg enthousiast. Ze doet het heel erg goed. Ik heb een totaal ander kind teruggekregen hiervoor. Ze komt uit het horend onderwijs. Zit nu in het doof onderwijs. Fantastisch. Het is een warme deken waar ze gekomen is in het verblijf. De kinderen onderling zijn heel erg samengericht op het thuiskomen, op het kopje thee drinken. Respect voor elkaar, dat valt mij heel erg op. En ze doen het heel erg goed. Ik ben heel erg blij. Ja, top. Ja. Wat mooi. Ja. Ik ben nieuwsgierig. Hoe is het contact met de groepsleiding? Ja, heel goed. Voor mij was het heel moeilijk in het begin. En de eerste 4-5 weken, werd ik elke avond gebeld of geappt om mij te laten weten hoe het met Deni gaat. Hoe ze zich voelt. Altijd ruimte voor een gesprek met Deni samen. Dat is heel goed geweest voor haar. Absoluut. Ja. Ja, mooi. Duidelijk verhaal. Ja. Dankjewel. Top. Elke slaapkamer heeft een flitssysteem. Voor de privacy, een deurbel. Een wekker die kan flitsen. En voor de brandveiligheid. Hi, ik ben Dennis. Ik woon hier al 5 jaar in de woongroep. De hele tijd al. En ze hebben hier allemaal basisdingen. Hè, kijk maar, dit is mijn slaapkamer. Hè? Er is een wastafel, een kast, een bureau, een stoel en ook een bed. Al die dingen die zijn hier gewoon. En als ik terugkijk nu naar de afgelopen 5 jaar, heb ik echt een sociale ontwikkeling doorgemaakt. Alle activiteiten gedaan, nieuwe vrienden gemaakt. En ook als mensen weggaan, is dat heel jammer, maar dan komen er nieuwe. En dat is echt geweldig, de contacten die je hebt met elkaar. Het is een enorm verschil van toen ik hoe ik hier kwam, kon ik bijna niets. En door de activiteiten en waar ik overal aan meedeed en met de vrienden die ik heb gemaakt, het ging steeds gemakkelijker. Dus sociaal ben ik enorm vooruit gegaan. Fijn dat jullie hier zijn. Ik ben nieuwsgierig naar jullie ervaring op de woongroep. Kun je dat zo zeggen? Ja, daar kunnen we zeker wat over zeggen. De ervaring is heel positief. Onze dochter die woont hier met heel veel plezier. En we zien ook dat het een stabiele, vertrouwde omgeving is. Waarin ze haar sociale netwerk kan opbouwen, een vriendenkring heeft. En dat geeft haar een stuk rust en ons dus ook. Contact met het internaat is heel goed met de woongroep. We mogen altijd langskomen als ze dat willen. Ze zijn altijd welkom, zelfs mee eten mag. De hoorbeperking is hier geen beperking. Het tweetalig onderwijs is echt fantastisch. En hier vlakbij de school wonen
iets uniek in Nederland en een verrijking. Ja, dat is heel goed. De leiding is ook al vanaf het begin hetzelfde. En dat geeft, je ziet dan ook dat er een band op wordt gebouwd. Ook de groep is vrij constant. En op een gegeven moment ontstaat er een band. En dat geeft veel vertrouwen ook aan ons toe. Ja, het is echt een tweede thuis met recht. Ja. Oké, prachtig. Heel duidelijk. Heel mooi. Ja. Hartelijk bedankt. Binnenkort ga ik weg uit de woongroep. Ik zal het verlaten. En wat ik het meest zal missen, dat zijn vooral mijn vrienden, de sociale contacten die we hebben met elkaar. En als ik naar een andere opleiding ga, dan zal ik dat dus erg missen. Dat is jammer. Maar wat ik niet zal missen, dat is het afdrogen en de bedtijden. De woongroepen hier zijn er al zo'n 30 jaar. Jongeren leven hier net zoals ze thuis zouden doen. Ze maken nieuwe vrienden. Ze gaan sporten, naar eigen keuze. Ze maken hun huiswerk hier op de woongroep. Of ze kiezen ervoor om naar de huiswerkbegeleiding te gaan. Hobby's kunnen ze hier ook uitoefenen. Daar is gewoon ruimte voor. En we zien dat het belangrijk is dat ouders en jongeren goed contact houden. Vandaar dat er ook wifi is. En ouders kunnen ook altijd langskomen. Begeleiders houden altijd goed contact met de ouders. We hopen dat door deze vlog jullie een beter beeld hebben gekregen. Tot ziens.